Goedendag, Mark Swijssen, opnieuw vanuit het Erfgoedmuseum Zolderluchtfabriek. We staan hier bij de laatste installatie van de tentoonstelling Social Distance, Rethinking Society. Dit werk heet Standing in View of Standing in Judgment of the World We Created. Het werk aan zich stelt een soort van wereldbol voor, met meridianen en Noordpool en Zuidpoolcirkel. Op de verschillende posities staan een aantal paspoppen die mensen uitbeelden, vervangbare mensen zoals we allemaal zijn, en die op de een of andere manier een positie in het leven hebben ingenomen. Een van de posities, diegene die nu wel heel vaak aan de orde is, dat is die van de zelfbeschermingsreflex, overlevingsinstinct, waarbij dat je deze dame ziet die op heel veel manieren beschermd is tegen de mogelijke dreigingen die vandaag op haar af kunnen komen. Daarnaast heb je een tweede positie, een kleinere versie van der perfecte mens die aan het begin van de tentoonstelling hangt. Opnieuw geïnspireerd door Leonardo da Vinci, waarbij dat je kan associëren dat dit gaat over het streven naar een doel proberen te bereiken, wat dat doel dan ook zij. Het proberen jezelf te verbeteren op zoek naar een betere job, op zoek naar kennis, op zoek naar liefde, wat dan ook. Een derde installatie is dit koppel. Die elkaar omarmen, symboliseren op die manier eigenlijk de grootste noodzaak van de mens waarvan we ons nu bewust zijn geworden, namelijk het sociale contact. Zijn we nu eigenlijk fysiek kwijtgeraakt en je merkt aan alles dat iedereen daar echt naar hunkelt. Iedereen wil eigenlijk terug een lekkere knuffel doen met zijn lief, met een vriend, met kennissen, met broer, met zuster enzovoort. Tegelijkertijd zie je dat de beide figuren ook uitgerust zijn met zoveel mogelijk telecommunicatie-instrumenten, oude en nieuwe vormen van telefonie. Mensen zijn sociale wezens die dat sociaal zijn over het algemeen uiten door communicatie. Wij zijn ook het enige levende wezen dat zo'n gesofisticeerde taal heeft uitgevonden. Er zijn nog een paar andere walvissen, dolfijnen doen ook hun best, maar wij zijn echt wel excellent in het met elkaar communiceren om die sociale organisatie die wij opbouwen, om die concreet vorm te geven. En de laatste figuur hier achter mij, waarbij dat je ziet dat de heer het licht heeft in zijn mannelijke geslachtsorgaan en waarbij de dame een soort van meeldraden geheel in haar baarmoeder verbergt. Een van de belangrijkste instincten van alle levende wezens is voortplanting. Zonder voortplanting eindigt een soort en is de geschiedenis van de soort geschreven. Dus ook bij ons mensen is voortplanting in vele vormen, wordt die naar voren gebracht in romantiek, in liefde. Als je kijkt naar een film, ik denk dat dat 90% van de filmen altijd, ofwel als hoofdverhaal of als nevenverhaal, ergens een liefdeshistorie heeft. Tegelijkertijd zie je dat aan de voet van de mannelijke figuur toevallig, dat er daar een voetbal ligt. Wij hebben in ons overlevingsinstinct, met die seksuele drang, hebben we tegelijkertijd ook een enorm gevoel voor spel en plezier ontwikkeld. En die spelen die zijn nu georganiseerd in een vorm van industrie zelfs, voetbalmatchen, tennistoernooien, Olympische Spelen enzovoort. Dat is dan weer ons organisatietalent. Maar die basisdrang bestaat al sinds oudher dat mannen aan sportieve spelen deelnemen vanuit de drang om zich als genetisch best geschikte man te tonen en op die manier een vrouw te kunnen veroveren en met haar een nageslacht op te bouwen. Dit zijn vier basisposities voor de mens. Uiteraard zijn er nog veel meer, maar ze zijn wel redelijk essentieel. En op het slot van de tentoonstelling krijg je als toeschouwer de vraag, oké, dit zijn de vier basisposities. Met welk van die vier posities zou jij nu jezelf gaan assimileren?